Yo, mijn naam is Jesper en dit zijn de 10 mafste dingen die ooit online verkocht zijn. Op nummer 10, de vingernagels van een massamoordenaar. Gek genoeg hebben massamoordenaars vaak een trouwe schare fans. Deze individuen schrijven hun idolen brieven en bewonderen hun misdaden. Roy Norris had ook zo'n groep fans. Hij zit op dit moment een levenslange straf uit voor het ontvoeren, verkrachten en vermoorden van 5 tienermeisjes in de jaren 70. Samen met zijn partner in crime, Lawrence Bittaker. Om te profiteren van zijn fans begon hij knipsels van zijn vingernagels te verkopen op eBay voor $10 per stuk. Nummer 9. Een halve kilo vet. Nu overgewicht zo'n groot probleem is in Amerika, waar meer dan 35% van de bevolking overgewicht heeft, zijn afslankmiddelen zeer populair. Op Amazon kun je dan ook een replica van 500 gram menselijk vet kopen ter motivatie om gezonder te eten. Een review van een koper stelt dat hij het voor zijn koelkast en bij elke maaltijd in het zicht zet, zodat hij eraan wordt herinnerd dat hij gezonder moet eten. Eén keer had hij het zelfs meegenomen naar een restaurant, zodat hij niet in de verleiding kwam om ongezond te eten. Nummer 8. Een denkbeeldige vriend. In 2007 startte de eBay-gebruiker The Wild and Crazy Oli een veiling waarin hij een heel ongewoon item verkocht. Namelijk zijn denkbeeldige vriend uit zijn jeugd. De 27-jarige man verklaarde dat hij het idee had zijn vriendje te zijn ontgroeid en verkocht daarom John Malipiman, zoals hij hem noemde. John werd, na het sturen van een lijst met eigenschappen en een foto, verkocht voor $3000 aan de 31ste bieder. Ongelooflijk! Oké, door naar nummer 7, gezichtsafslanker. Op Amazon zijn verschillende afslankmiddelen verkrijgbaar, maar één van de meest bijzondere is toch wel de gezichtsafslanker. Een rubber object dat de gebruiker in haar of zijn mond stopt en verschillende klanken maakt om de spieren te trainen. In slechts 3 minuten per dag zouden de wangen, kaak en andere delen die zakken met ouderdom er strakker en slanker uitzien. Het kost ongeveer $5 en is in Azië erg populair. Nummer 6. Dierenpoep. Op het internet zijn vele wraakmiddelen te koop om al jouw vijanden mee aan te pakken of je vrienden mee te pranken. Zo kun je via poopsender.com of shitexpress.com dierenpoep laten versturen naar een door jou ingevuld adres. Bijvoorbeeld hondenpoep of olifantenpoep en zelfs gorillapoep. Het is allemaal mogelijk. Op nummer 5, een deel van de maan. Talloze websites zoals lunarregistry.com biedt mensen de mogelijkheid om land te kopen op de maan. Voor $32 kun je 4000 vierkante meter kopen op de maan. Je ontvangt ook een certificaat, een foto van jouw stukje maan en informatie om het terug te vinden met een telescoop. Echter zijn de wetten omtrent eigendom van de maan en de rechten op verkoop van maangrond totaal vaag en of niet bestaand. Nummer 4, wiet voor huisdieren. Medicinale marihuana is nu legaal in 24 staten en de online markt voor dit spul is snel groeiend. Niet alleen voor mensen, maar ook voor dieren is het populair. Je kunt voor $22 zo'n 40 koekjes kopen waarin wiet verwerkt zit. Elke capsule bevat 1 milligram cannabis, wat de aanbevolen hoeveelheid is voor een dier van 9 kilo. Het is vooral bedoeld als pijnstiller voor oudere dieren en niet om ze echt high te krijgen. Nummer 3. Het recht om een baby te vernoemen. Toen Melissa Heuskel haar 4e kind baarde in 2005, kreeg ze een bijzonder idee voor een bedrijf. Ze verkocht de rechten om haar kind te vernoemen op eBay voor $15.100. De rechten werden gekocht door het online casino GoldenPalace.com. En die noemde haar Golden Palace Benedetto, of Goldie als afkorting. De website betaalde ook een man $4500 om een webadres op zijn buik te mogen tatoeëren. Mijn god, hoe ver gaan mensen wel niet? En door naar 2. Menselijke schedels. De website SkullUnlimited.com beweert 's werelds grootste leverancier van weefsel en botten te zijn. Hun grote scala aan producten limiteert zich niet tot dierenbotten. Ze verkopen zelfs menselijke schedels. Er zijn verschillende redenen waarom mensen dit kopen, zoals bijvoorbeeld educatie, theaterprops, maar ook persoonlijke collecties. De gemiddelde schedel gaat over de toonbank voor $1500 en een heel skelet voor $4800, afhankelijk van de staat waarin het verkeert. En dan op nummer 1, uranium. Uranium, het radioactieve element dat wordt gebruikt voor reactoren, is eigenlijk gewoon te kopen op Amazon voor nog geen $40. De omschrijving stelt dat het enkel voor wetenschappelijke doeleinden wordt verkocht, zoals het testen van geigertellers. Echter is er geen licentie voor nodig om het te kopen. Het goedje is gelukkig slechts lichtelijk radioactief en dus veilig in gebruik, maar als het wordt geplet tot poeder, is het vreselijk gevaarlijk als je het inademt. De 10 raarste ontdekkingen op Google Earth. Ben jij nou benieuwd naar die video? Klik dan op de oplichtende video op het scherm. Kijk deze video op je telefoon of op je tablet? Klik dan op het linkje in de videobeschrijving of rechtsboven in de infokaart. Check ook mijn kanaal Strikt Geheim voor complottheorieën en mythes. Super interessant. Ook dat linkje vind je in de videobeschrijving. Abonneer ook op 10 en dan zie ik jou de volgende keer bij een nieuwe video. Tot ziens!